echte, echte emotionele verhalen vinden. Ja, die spelen zich altijd af in stilte. Daar zijn geen tv-camera's bij, daar zijn geen kranten bij, daar is niks bij. En daarom neem ik jullie mee in zo'n verhaal. En dit verhaal gaat over Axelle van Loon. De meisje van 15 jaar en die is ongeneeslijk ziek. Rolstoel kan niet zoveel meer, heel gauw moe. En die had voor zichzelf bedacht, ik ga een rally organiseren met oude auto's, oldtimers. Axel is helemaal gek van paarden en die zei, de opbrengst die wil ik geven aan paard in nood in Spanje. Nou, daar, jullie weten, Jut is daar ook mee bezig, want die zet zich ook voor dat goede doel in. En Axel zei, ik wil graag dat geld persoonlijk komen brengen. Nou ja, dat gaf natuurlijk allerlei problemen, vrienden, dat kan je je voorstellen. Het vervoer, vliegen, mag het wel van de doktoren, speciale auto's voor de rolstoel en noem het allemaal maar op. En dat lukte. Kijk hier met mij mee, daar kwam ze aan op het vliegveld in Sevilla en ging toen nog een uur rijden het binnenland van Spanje in. En daar stonden al die paarden in een soort van erehaag om haar op te wachten. En je kan je voorstellen, daar was geen droog oog meer te vinden daar bij paard in nood in Spanje. En Axel, die zag de paarden daar, die daar in alle vrijheid kunnen leven en heerlijk kunnen rennen. En die zag ze daar en ze kon ze aaien en ze kon ze met ze praten zoveel als ze wilde. En die had natuurlijk de dag van haar leven. Alles werd voor haar georganiseerd. Heerlijk werd er gegeten met z'n allen. En ze had daar echt een fantastische dag. En dat is, vrienden, zoals het gaat. Met echte emotie in stilte.